trainingskamp in de Lutte is voor de spelers een goed moment om te laten zien dat ze klaar zijn voor het nieuwe seizoen. Kenny Teten en Jairo Riedewald zijn voor de tweede keer mee naar het Twentse land en genieten volop. Het bevalt goed, dat is goed. De groep is gretig, een jonge groep, dus ik vind het leuk. Ja. Het jonge duo wordt nauwlettend gevolgd door Frank de Boer. Iedereen moet komend seizoen weer trots worden op Ajax na een matig vorig seizoen. En voor komend seizoen is nog niks zeker. Het kan zomaar zijn dat Teten en Riedewald basisspeler zijn. Natuurlijk, met vertrek van Moisander komen de plekken vrij. Dus ik ga er natuurlijk gewoon voor. Maar ja, iedereen gaat gewoon voor zijn eigen plek in natuurlijk. En dat kan je goed laten zien in de voorbereiding. Iedereen heeft gewoon evenveel kans. Het is maar net hoe hongerig je bent en hoe graag je het wil natuurlijk. En of je het laat zien op het veld, wie er uiteindelijk zal staan. En je moet ook natuurlijk fit zijn natuurlijk. Dus alles eraan doen om fit te blijven in de voorbereiding. Hoe hongerig ben jij? Frank de Boer zei volgens mij na het trainingskamp in Oostenrijk, het monster Jairo Riedewald moet wakker worden. Weet je, snap je wat hij bedoelt? Ja, ik begrijp wat ik bedoel. Ik ben nu geen jeugdspeler meer. Dus nu moet het wel gebeuren. Ja, ik ben nu echt een volwassen speler, dus dat moet ik ook laten zien op het veld. Hetzelfde geldt voor Kenny Teten. De rechtsback is bezig aan een indrukwekkende voorbereiding en hijgt in de nek van Ricardo van Rijn. Volgens sommigen is hij zelfs er al voorbij. Hoe dan ook, wordt het een interessante strijd. Ja, ik denk dat hij heeft heel veel ervaring en loopt al langer mee. En ik kom eigenlijk net pas kijken, dus ik denk dat hij wel eigenlijk voor staat. Op dit moment ook nog? Dat weet ik niet. Voor Teten is sinds enkele maanden flink wat veranderd. Hij speelde de laatste wedstrijden van het vorige seizoen en voert nu dus de druk op bij Van Rijn. Ik ben zeker op zoek naar een basisplek, ja. Ik denk dat dit jaar de kansen wel wat groter zijn. Vorig jaar had ik eigenlijk twee concurrenten en dit jaar nog maar één. Dus ja, de kans is wel groter, ja. Zo is er in de selectie van de Boer op steeds meer plekken een interessante strijd gaande. Als iedereen gewoon met de frisse start begint, dan gaat het echt om wie de beste is en wie het fitst is en wie het hongerigst is. En dat is wel lekker op zich. Niet dat je denkt van ik ga vandaag op 50% doen, want die en die gaat sowieso wel spelen. Dat is het niet. Dus dat is leuk, ja. Is dat misschien ook al wel een beetje anders ten opzichte van vorig jaar? Vorig jaar had je wel op een aantal posities dat je al wist van die gaat sowieso spelen. Dus waarom zou ik misschien nog trainen? Ik denk dat mensen dat wel hadden. Of waarom zou ik harder trainen? Maar dit jaar staat de teller weer op nul. Ik denk dat er vorig jaar ook wel concurrentie was. Maar ik denk dat dit jaar de concurrentie echt heel groot is. Ajax is een topclub en ik denk ook bij elke topclub veel concurrentie is.